Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij weer een nieuwe boodschappen shoplog. Het is vandaag dinsdag en ik heb een paar kleine dingetjes gehaald. Ik ben langs de Aldi en langs de Albert Heijn geweest. Ik heb dat gisteren nog niet hoeven doen, omdat wij best nog wel wat over hadden. Dus ik had pas gisteren mijn paprika soep gemaakt. Ik heb nog steeds over van de paprika soep, maar dat is dan even lekker tussen de middag. Dus ik had voor vanavond dan wel weer eten nodig. Ik had natuurlijk vorige week een aantal dingen te veel of extra. Zoals vegetarisch vlees had ik er 2 voor 1. En ik had per ongeluk pasta saus gekocht. Dus daar borduur ik deze week op verder. In de hoop om onder de 100 euro te blijven. Tot nu toe heb ik alle boodschappen gekocht tot vrijdagmiddag. Vrijdagavond eten nog niet. Ik had bedacht dat ik vrijdagmorgen weer naar de winkel kon gaan. En dan even de spulletjes voor het weekend kon halen. Ook omdat sommige aanbiedingen altijd pas op een vrijdag beginnen voor het weekend. Dus op die manier kon ik dan een beetje met het budget spelen. Want ik probeer nog steeds onder de 100 euro per week te blijven. Vorige week is het me bijna gelukt. En ik heb goede hoop op deze week, ondanks dat we een verjaardag hebben, om er toch redelijk bij in de buurt te komen. Boodschappen zijn ook gewoon duurder geworden. Zeker als je feestjes en zo hebt. Dus alles wil ik jullie vragen. Als je deze video leuk vindt, geef hem dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan gaan we beginnen met de Aldi boodschappen. Is alles van de Aldi. Op zich lijkt best weinig. Maar toen ik het in mijn kar had, dacht ik echt van wow, ben er al eigenlijk al bijna tot en met donderdag. Het was €25,90. En daarvoor hebben we gekocht een bloemkool. Die kunnen we eventueel bij de kipsnietsel, vegetarische kipsnietsel die ik nog over heb van vorige week eten. Met aardappels. Ik heb ook een broccoli gekocht die ik dan bij de kaasnietsels kan eten. Ik kreeg van een van jullie de tip om de kaasnietsel van de Aldi te proberen. Die schijnt ook heel lekker te zijn. Dus die heb ik, hij valt in ieder geval qua prijs super mee. Dus die gaan we zeker proberen. Met broccoli en een gebakken aardappeltje dan. Ik heb wat jam gekocht. Ik heb witte druiven gekocht. En blauwe bessen. Die waren allebei afgeprijsd nu. Ik heb koekjes in de koekjestrommel. Ik heb gekozen voor deze. Deze waren, wat de deze 70 cent zijn. Of een euro en deze 70 cent, zoiets. En dat was bij elkaar goedkoper dan één hele grote sprinkles. Dus dat zijn zeg maar deze. Maar dan met van die suikerdingetjes erop. Zo, ik vond het een mooie vondst van mezelf. Ik heb voor mezelf de soja yoghurt voor in de ochtendjes, voor mijn yoghurtjes. Die vind ik echt super lekker. Ik vond ook deze. Dit is eigenlijk wel al een klein beetje gelijk voor vrijdagavond, want dan wil ik dus broodje hamburger eten. En dit zijn gewoon 4 vegetarische hamburgers. En die waren, dat was echt super goedkoop. Ik dacht, die moet ik gewoon proberen. I don't care of het niet lekker is. Hier, die waren maar €2,70. Ziet u? Hij doet niet. Kijk, €2,70. Voor het hele pak. Voor 4 hamburgers. Daar kan ik echt 2 keer mee doen. Ik eet maar 2 hamburgers per keer. Dat is al heel veel, maar goed. Dus ik heb in ieder geval voor mezelf de hamburgers voor vrijdagavond. Nou, en daar aardappels om te koken bij de bloemkool. Want we hebben iedere keer geen aardappels omdat we ze vergeten mee te nemen uit de schuur. Dus dan hoef ik daar deze week niet meer druk over te maken. En aardappelkrieltjes dan bij de broccoli. Ik heb een zakje met mini eierkoekjes, want die waren op. En ik heb extra vlokken gekocht, want die zijn ook zo goed als op. En dit was een beetje een rare. Ze stonden op mijn lijst dat ze in de aanbieding waren. Maar er stond geen aanbiedingkaartje bij. En ze waren, ja wat was het? Even kijken hoor, het was €1,99 per stuk, dus €2 per doos. Dus ik heb er maar 2 meegenomen, want ze zouden er zeg maar ja, tussen de 1 en de €2 per stuk kosten. Dus, en ik zag alleen maar deze, dus op een €1,99. Maar dat vinden die kinderen natuurlijk altijd lekker om een beetje afwisseling te hebben. Plus dat het vandaag ook zo warm was, dat ik waarschijnlijk ook wel een perenijsje of iets lust daarvan. Dus dat zijn de boodschappen in ieder geval tot nu toe van de Aldi. En dan is dit alles van de Albert Heijn. Look at that. Ik heb echt voor mijn gevoel een super goede deal gescoord. Want het totaalbedrag bedrug was €78,78. Nou, wat heeft ze betaald?
42, 42, want ze had 36, 36 korting. Nou, als je in engelen nummer gelooft, dit is echt het bonnetje te have. Maar serieus, dus gewoon bijna de helft bespaard. Ik was echt trots op mezelf. Dat zit hem vooral in de dreft, want de dreft was 5 voor 2. Dus je betaalde, het is 2.3 gratis. En ik had echt vaatwastabletten nodig, want ik heb de laatste gisteravond gebruikt. Dus ik vond het wel een goede steal. Dit was uiteindelijk, normaal gesproken, is dit dus €50. En nu heb ik er 20 voor betaald. Dus nou, voor €20 voor 18 keer 5, zoveel wastabletten. Dus het is 18 keer 5 is 100 min 90. 90 vaatwastabletten voor €20. Nou, ik vind het een goede deal. De gaarbloemen waren ook in de aanbieding 2 voor €3. Dus dat vond ik ook een mooie deal. Ik denk, nou, dat kunnen we ook lekker opkeuzelen. De mini koekjes waren ook in de aanbieding. Ik geloof. Dan moet ik even snel spieken hoor, hoeveel er afging. €1 ging er vanaf voor die tweede. En ze zijn €1 nog wat per stuk. Dus zijn maar 30% korting. Deze zijn super handig als je iets kleins in die bentenbox rondjes of zo wil doen. Zeker voor de lunchpauze. Dan wil ik ze eigenlijk niet al de grote koek meegeven. Als je zoiets meegeven. De tukjes waren ook in de aanbieding. 4 voor €1. Nou hadden ze alleen maar de original smaken. Dus ik heb het afgewisseld met de minis. Ik denk, die komen misschien van het weekend nog van pas. Dus dat is helemaal chill. De Haribo was ook in de aanbieding. Ik geloof ook 30% korting. Ja, dat is €1,85 per zakje. En er ging 94 cent in totaal van af. Dus, nou ja, zeg maar 30% of zo. Dat zou zijn. Dus dat is ook helemaal, nou ja, vinden die kinderen natuurlijk prima. Gewoon even een klein snoepje of zo. Van banaantjes. En dit is een beetje zoet-zuur zeker. Food and Frizzy. Gewoon omdat we anders eigenlijk alleen maar koekjes in huis hebben. Het vegetarisch beleg was ook in de aanbieding. Daar heb ik er ook 2 van meegenomen. Normaal is het €1,90 per stuk. En nu ging er nog eens 95 cent van af. Dus dat is ook inderdaad weer, nou ja, tweede voor 50% of zo. Dan kunnen we die ook proberen kijken welke ik daar lekker van vind. Ik heb eieren gekocht, ook omdat die helemaal op waren. Als ik eventueel ga bakken voor het weekend voor de taartjes. Voor op een boterhammetje. Dat soort dingetjes. We gaan natuurlijk een keertje ook nog macaroni eten. Want ik had natuurlijk vorige week pastasaus. Ik had niet meer echt heel veel hiervan. Dus ik heb even een nieuw zakje gekocht. Half om half gehakt. Ik vond ze bij de Aldi echt knijterduur. Ik was echt iets van €6 kwijt of zo voor een half kilo. En dit was, nou ja, 3 voor 300. Dus het scheelt niet heel veel. Maar we hebben niet zo heel veel nodig. Omdat ik natuurlijk toch de vegetarische gehakt eet. Dus dan kunnen we 2 porties maken. Deze was 35% korting. Dus wel een groot. Dat zou ik normaal gesproken niet doen. En is goed tot vandaag. Maar als je dat nu vandaag invriest, dan kan ik dat gewoon donderdag zo voor dan al in mijn pasta seizoen. Proef je niks van. Dus dat. Dus dan eten we dit donderdag. Dan eten we op woensdag de broccoli, denk ik. En dan eten we vanavond de bloemkool. En dan eten we vrijdag eten we dan de hamburger. Broodjes met sla. Zaterdag eten we natuurlijk altijd friet met snackjes. We moeten alleen voor zondag nog even iets verzinnen. Even kijken wat er van het weekend in de aanbieding is. Maar tot nu toe heb ik dus €42,42 uitgegeven. En €25,90. Dat is bij elkaar €68,32 bij elkaar. Dus dat zou betekenen dat ik zeg maar nog €31,70 over heb voor het weekend. Waren het niet dat wij een feestje hebben van Logan, anders zou het dan denk ik echt wel redden met €30. Want friet met snacks hebben we sowieso nog liggen. En is het eigenlijk alleen nog maar hamburgerbroodjes, wat extra hamburgers en sla. En dan iets voor zondag wat vaak gewoon soep is of zo. Dus so far, so good. We gaan kijken. En zoals het al bij vrijdag, dan heb ik de laatste boodschapjes voor het weekend in huis gehaald. Tenminste, dat denk ik. Omdat Logan natuurlijk deze week jarig was en we dat aankomende vrijdag vieren, we hebben ook wel extra dingetjes naar huis gehaald. En meestal blijven er dan wel mensen eten. Dus ik dacht, omdat ze 30 graden afgeven, oh, dan doen we barbecuen. Maar Pascal moet waarschijnlijk werken. Dus heb ik daar wat extra dingen voor in huis gehaald. Dat ik het makkelijker kan doen. En nou kwam die net van, oh, misschien is het toch niet nodig. Dus misschien dat ik besluit dat ik op zondagmorgen nog even naar de Albert Heijn ga. Omdat daar de 3 plus
2 gratis barbecue spullen is. Dan dat er nog wel barbecue en dan kan ik dit meenemen de volgende week. Maar dat weet ik dus nog niet helemaal. Ligt er heel even aan. Ik heb in ieder geval wel eten gehaald dat we dan kunnen gebruiken. Ik ben alleen bij de Albert Heijn geweest, want het was vanochtend chaos. Dus ik ben niet meer langs de Aldi geweest. En het was €45,29. Dat betekent dat ik sowieso al 5 euro volgens mij over het budget heen ben. En dan heb ik het extra brood dat ik gehaald heb nog niet meegerekend. En dat was €13,60 of zo. Voor 4 broden en 2 krentenbollen. Omdat ik dus inderdaad onderweg moest lunchen. Dus ik ga er deze week zeker €20 overheen. Ik eindig samen op €120 ongeveer. Om erbij. Ik zal het eventjes uitrekenen. Ik ga dus allemaal uitleggen wat ik voor het weekend nog gehaald heb. En dan zien jullie vanzelf waarom ik erover in ben gegaan. Dit is alles wat ik heb van de Albert Heijn. Ik heb dus, van die tapashapjes. Dus dat is 2, 4 en 6. Dus het is op €10, wat ik normaal gesproken natuurlijk niet zou uitgeven. Omdat ik wat op tafel wil zetten voor de visite. Ik heb van die leuke crackertjes erbij, zodat we wat smeertjes tussen dingen op tafel kunnen zetten voor bij de visite. En ik heb dus soep gekocht. 2 keer gevuld tomatensoep en kippensoep. Again, ik wil dat mensen keuzes hebben. Ik vind het lastig als ze dat niet zouden hebben. Burke wilde heel graag deze, die was mee. En daar gaat het dus ook al fout. Die stopt dan dingen in je karretje en je denkt, I don't know. Maar die vindt tomatencremesoep heel lekker. Ik vind dat zelf niet zo lastig. Maar goed. Maar dan heb je dus even wat te kiezen. Vind ik fijn. Dus dan kunnen we soep met broodjes eten. Vanavond eten we broodje hamburger. Met hamburgerbroodjes. Dus, nou ja, zoals jullie begin van de week hebben gezien, dat ik wel al vegetarische burgers gekocht. Dus dat is helemaal prima. Brooke koos de tomaat, komkommer, honing, mosterd dressing salade uit. Dus die kunnen we dan bij doen. Ik heb nog cheddar kaas. Ik heb nog komkommer en zo. Dus dat komt helemaal goed. Voor de visite heb ik ook. Nou, dit was geloof ik 2 voor €3. Dus dan hebben we bitter lemon, tonic, sinaas, cola light heb ik nog. Crystal clear heb ik nog. Nou, we hebben nog wijn en bier. Dus dat komt allemaal goed. Ik heb slagroom meegenomen. Want ik heb taart besteld bij de HEMA. Dus die kan ik dan morgen ophalen. Dat zet ik hier ook niet echt bij, want ja, I don't know. Ik vind het niet bij de wekelijkse boodschappen horen. Maar toch, deze wel. Taart is denk ik in totaal iets van €30 of zo nog. Dus a lot of money. Ik heb ook nog een zak met bruine broodjes, 2. En een zak met witte broodjes, zodat we dat bij de soep kunnen eten. Eventueel heb ik ook nog knakworstjes die we er dan bij kunnen doen. Dus dat is dan helemaal lekker voor de visite als ze die blijven eten. Vaak is alleen mijn moeder, haar man, mijn tante en mijn oom. En dan mijn oma die eerst nog meekomt. Dus dan voor 5 mensen. Plus dat wij natuurlijk met z'n vieren zijn. Deze staat hier omdat ik die nog steeds wil maken. Dat zijn de brownies. Die kunnen we eventueel ook voor zondag maken. Dus dat was het van de Albert Heijn. En dan inderdaad, de bakker heb ik verteld. Hè. Dat was in totaal €45. 29. Dat was maar €1,68 voordeel. Dus dat viel echt wel weer vies tegen. En dat was waar zit de korting op? Oh ja, op de Royal Club en op de Lumini Crackers. Maar zoals ik dus al aangaf, volgende week hebben die kinderen nog een weekje school. En dan hebben ze een weekje vakantie. Dus ja, ik denk dat het vrij lastig wordt om na volgende week nog aan de €100 te komen. Maar ik ga zeker mijn best blijven doen om hier een uitdaging van te maken. Omdat ik merk dat als ik er meer aandacht ga geven, er zeker goedkoper uit zijn. Normaal gesproken, als het verjaardag is, dan zit ik er ruim over €200 heen. Dus I'm working on it. Dit was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Zeg ik onder in de beschrijving wat we dus ongeveer per dag gaan eten. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Tot in de volgende video. Doei!